Vandaag een site terug met dagelijkse verhalen. Vandaag nodigde The Gentleman of the Day een site voetbalanalist Pierre van Hooijdonk uit. Hij zal met opzet zijn excuses komen aanbieden aan Ajax-trainer Maurice Stijn in talkshow SBS6. Hij is van harte welkom, zei Johan Derksen woensdag in de uitzending. Van Hooijdonk ligt onder vuur omdat hij Stijn zondag in het NOS-programma Studio Voetbal beschuldigde van duistere omgang met bevriende agenten. Dat gaat volgens hem gebeuren zolang Stijn nog trainer is van NAC Breda. Van Hooijdonk bood vervolgens woensdagmiddag online zijn excuses aan. Het is onduidelijk of hij het later op tv wil doen. De NOS kon eerder op de woensdag nog niet zeggen of hij hier de ruimte voor krijgt. De omroep heeft echter, in overleg met Van Hooijdonk, besloten hem voorlopig niet uit te nodigen als analist bij Studio Voetbal. Dat zegt presentator van Today Inside, Wilfred Gené. Zijn hoofdredacteur nodigde Van Hooijdonk via de app uit om donderdag te komen. Pierre is hier morgen van harte welkom, zodat Pierre u kan observeren, u kunt hier komen en uw excuses aanbieden. Kijk alsjeblieft naar dit programma. Qua và ứng dụng đến thứ 5.